Ja. Kijk, super. Ja, welkom. Ja, dank je. Ja. Ja, ook eh, fijn natuurlijk dat je er bent. Ook een boek geschreven, maar dat geldt voor al onze gasten vandaag, geloof ik. Ja. Uh, daar gaan we het straks, uiteraard, allemaal over hebben. Maar eerst maar weer in het kader van voorstellen. Wie ben jij en wat doe jij allemaal op die mooie universiteit in Tilburg? Uh, ik ben Annelieke Mooi en ik ben universitair docent uh, staats- en bestuursrecht. En ik onderzoek met name financiële innovatie en innovatie... en hoe gaan we dat reguleren vanuit publiekrechtelijke normen. Ja, en we hebben net bij Sander ook een soort kijkje in de keuken. Die mag dan bijvoorbeeld gewoon de hele dag romans lezen. Dat is onderdeel van zijn werk. Hoe, hoe, hoe ziet jouw onderzoek eruit? Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Ja, nou ja, geen romans helaas. Uh, meestal boeken en artikelen inderdaad. En ik begin dan altijd met, nou, wat is er? Wat, wat voor nieuwe technieken hebben we? En hoe passen die eigenlijk nu in het... Uh, ja, juridische landschap veroorzaken die problemen, zien we hier uitdagingen, is ons wettelijk kader eigenlijk nog wel geschikt voor deze innovaties? Precies. Nou, en het eerste onderwerp, we komen straks op je boek, maar het eerste onderwerp waar we het over gaan hebben is de digitale euro. Ja. En misschien ga ik hele domme vragen stellen, maar ik stel ze toch maar even. Ik heb gewoon een betaalrekening in Nederland, hè, bij een, een huistuin en keukenbank, zou ik maar zeggen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een spaarrekening in Letland, dat kan tegenwoordig allemaal. Ja. Maar dat zijn, dat zijn natuurlijk ook digitale euro's, maar dat nee. zijn niet digitale euro's zoals jij ze bedoelt. Hè? Misschien even het verschil uitleggen. Ja, dus uh, inderdaad, digitale euro. Is, uh, we denken dan vaak aan onze eigen betaal- en eigen spaarrekeningen. Maar eigenlijk zeggen we daarvan dat is geen digitale euro, dat is meer giraalgeld. En giraalgeld, dan heb je een claim of een vordering op jouw commerciële bank. Dus dat ja. kan uh, de ABN, de ANZ, de RABO, we gaan ze niet allemaal opnoemen. Maar zo'n type bank, daar mag jij je geld vorderen. Precies. En op het moment dat die dus ook failliet gaat, ja, dan ben je nu wel verzekerd onder het depositogarantiesysteem. Maar in theorie ben je je geld even kwijt. Uh, de digitale euro is eigenlijk meer contant geld alleen dan digitaal. Dus je hebt een vordering niet zozeer op jouw ASN of je RABO of je andere commerciële bank, maar op die centrale bank. Dus ja, die dus kan. bij het... de Europese Centrale Bank, daar staat mijn geld dan geparkeerd? Ja. Want je, je hebt volgens mij een slide meegenomen, hè? Met ja, als het wat, wat, goed is als het wel, goed is, maar we zien hem nog even dan, niet. Dan zien we een overzichtje. Ja, hier zien ja, ja precies, dan zien we hem inderdaad. Dan zien we het misschien even in een overzichtje samengevat. Ja, dus uh, helemaal links, daar zien we dan dus commercieel geld. Dat is wat we nu gewenst zijn. Hè, als je met je betaalpas betaalt. Ja, eigenlijk heb je dan je vordering of je rekening lopen bij zo'n commerciële bank. En die commerciële bank, die heeft dus een eigen rekening bij de Europese Centrale... of mogelijk in Nederland de Nederlandse Bank, hè, de Nederlandse Centrale Bank. En bij Centrale bankgeld, want dat is die digitale euro... hou jij via zo'n commerciële bank geld aan bij de Nederlandse Bank... of bij de Europese Centrale Bank. Maar dan zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, maar wacht even... Uh, dat is toch, klinkt toch een beetje als iets, iets politieks... Straks gaan ze dan met geld een soort van labelen en dan komen de wetten van je mag niet meer vliegen en dan mag je geld er niet aan uitgeven of hè, dat soort verhalen doen op internet de ronde. Ja, die doen de ronde. Ik weet niet zozeer waarom. Um, dus dat het een soort sociaal krediet wordt, hè, net als in China, zo'n soort systeem? Ja, nou ja, en daar moeten we heel voorzichtig zijn met dat soort vergelijkingen. Want als we kijken naar China, daar hebben we één partij uh, die kan het allemaal bepalen. In de Europese Unie is dat wat moeilijker. Dus willen we echt sociale kredieten gaan invoeren, dan moet A een wetgever dat willen en die moet dat op Europees niveau willen. Dat moet er dan doorheen komen. Nou, vervolgens hebben wij ook gezegd in Europa: ja, onze centrale banken zijn onafhankelijk van de politiek, want die moeten voornamelijk zorgen dat er geen hyperinflatie is. En dan moet dus die wetgever al die bank gaan vertellen wat te doen. En dan zegt de bank: Nou, nee, wetgever, want ik ben juist onafhankelijk van u. Dus doeg! Gaan we niet doen. Dus dat moeten we ook al wegdenken. En dan moeten we nog wegdenken dat we een handvest van grondrechten hebben binnen de Europese Unie. En rechters die dat willen naleven. Dus dan moeten we zoveel van onze rechtsstaat wegdenken. Precies. Ja. Dat is niet te doen. Dus dat is het allemaal niet. Nee. Um, wat het dus wel is, is een soort contant geld, maar dan dus niet hè, bij een gewone bank, maar bij die centrale bank. Ja. En ja, de vraag die we ons stellen, is daar toekomst voor? Ik denk dat veel mensen denken, ja, zijn we überhaupt al gestart? Is, is dit, leeft dit al? Is, is dit systeem er al? Of is het nog een idee wat we willen gaan invoeren? Nou, we hebben nu wel vanuit de Europese Commissie een wetsvoorstel met het ontwerp. En dat ontwerp, dus, dus wat je hier in het midden op het plaatje ziet, dat idee is er wel. Dus we weten een beetje wat ze willen door die commerciële banken heen. Maar het systeem is er nog niet. Daar zijn ze nu achter de schermen hard bij aan het werk, uh, bij die centrale banken, mm -hmm. om dat systeem te ontwikkelen. Precies. En nou uh, kom jij daar vervolgens natuurlijk in, want daar moeten de regels bij komen. Dan moeten we bedenken hoe we dat allemaal gaan doen. Uiteraard. Ja, heb, heb je daar een beetje een goed gevoel over tot nu toe, zou ik maar zeggen, als, als wetenschapper? Dat je denkt, nou, dat zit allemaal wel degelijk in elkaar. Of zeg je, ja, het is nog... Uh, we staan pas aan het begin. Uh, nou ja, het wetsvoorstel is heel technisch en daar zitten wel wat problemen bij. En vooral dat ze twee dingen willen die een beetje door elkaar lopen eigenlijk. Dus aan de ene kant zeggen ze hè, van als wij ons geld gaan parkeren bij zo'n centrale bank, ja dan gaat dat geld eigenlijk uit de economie. Dus als jij een geld hebt gestald bij een commerciële bank, die kan het weer uitlenen. Nou, dat zijn ja, de, de basis van onze economie, waarop onze economie ook draait. En daarom zegt die centrale bank van ja, dat willen we beperken, dat je niet heel veel digitale euro's kan aanhouden. Dat het geld dan stilstaat. Ja. ja, tegelijkertijd zeggen ze ook: we willen niet weten hoeveel geld per persoon van wie die rekening is. Dus nee. we willen de privacy waarborgen. Ja. En dat is natuurlijk, denk ik, een belangrijke reden om dit in te voeren, zullen de voorstanders vooral zeggen dat het gaat om die privacy. Waar nu die commerciële bank bij mij ook kan meekijken. wat ik de hele dag aan pintransacties doe. Want die zien natuurlijk ook bij wie dat is. en daar zitten zorgen van mensen. en die worden door dit systeem weggenomen? Uh, een deel. Dus je kan wel uh, offline betalen. en dat is redelijk privé. Dus dan ziet een bank alleen dat jij geld hebt opgenomen. maar niet hoe, wat of waar. Maar het is vooral voor internationale handel heel handig. Dus als je nu naar het buitenland gaat. en je blijft binnen de Europese Unie. Dan nog weet je niet zeker of jij met jouw pinpas kan betalen. En met zo'n digitale euro zou dat wel moeten kunnen. En een digitale euro wordt ook altijd geaccepteerd, is het idee erachter. En zeker als we ook nog digitale yen, ponden en alles krijgen, zou je misschien heel goedkoop kunnen wisselen. En ja, als jij een bedrijf hebt wat internationaal zaken doet, kan dat heel veel geld schelen. Ja, dan is dat natuurlijk heel fijn. Um... Hier is het allemaal keurig publiek, weet ik. Maar er zijn natuurlijk ook criminelen her en der uh, buiten deze zaal. Vinden die dit juist interessant? Zowel een mooi en anoniem systeem wat allemaal een beetje onttrokken wordt aan de normale systemen. Of is dit juist ook een stap tegen criminaliteit? Nou, of zij dit een mooi systeem vinden, weet ik niet. Want uiteindelijk blijft die commerciële bank, die voor jou dus die rekening aanhoudt... die blijft wel verantwoordelijk om te controleren dat jij geen rare criminele activiteiten uitvoert. Ja. Dus, dus het gaat ze in ieder geval niet in de kaart helpen. Nee, dat is, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Welke discussies spelen er nog wel rondom het systeem? Eentje bijvoorbeeld, ik haal er maar eentje bij. Het klimaat, uh, het privacy, zei jij. Ik, ja. ik heb het genoteerd. Privacy is niet goed voor het klimaat. Dat vond ik wel een, een nieuw inzicht. Ik dacht, daar heb ik er nooit over nagedacht? Maar dat moet je even uitleggen. Ja, nou ja, een van die dingen die ze dus willen is privacy waarborgen door middel van een blockchain. En het een blockchain is heel interessant. Het wordt wel eens als een soort unicum, als de oplossing voor privacy gezien. Maar een blockchain kost klauwen met energie. Echt klauwen met energie. Verschilt natuurlijk wel een beetje welk ontwerp blockchain, want er zijn er meer. Maar uiteindelijk moet die privacy wel gewaarborgd blijven op een systeem en moeten we dus wel Blijven kijken, ja, werkt dat systeem en hoeveel energie slurpt zoiets? Precies. En, en dan weer met jouw juridische bril op, wat is voor jou nog een discussie die hieromheen speelt? Ik denk, ja, die vind ik als jurist ook wel interessant. Van gaan we die kant op of gaan we die kant op? Nou ja, vooral inderdaad met uh, privacy en klimaat. Van ja, in hoeverre moeten we nu uh, privacy blijven waarborgen via zo'n blockchain systeem, via zo'n systeem dat niet gehackt kan worden, maar hoeveel energie mag dat kosten? Precies. Dat is al een hele belangrijke. Je had ja. overigens nog, nog een heel mooi plaatje meegenomen. Dat was jou, jouw tweede slide, zeg maar. Daar was ja? ik eigenlijk ook nog wel even benieuwd naar. Want die zag ik voorbij komen. Dat is het plaatje na die, die andere. En dan was ik even benieuwd waar we kijken. Oh ja, dit is het Europese Parlement. Oh, er was nog een heel mooi plaatje. Met al... Ja, deze. Ja, deze. Ja, deze. Ja. deze dat was ik verwonderd. Wat, wat zien we hier? Of is dit een soort artist impression? Uh? Nou ja, dit is uh, het, het tweede deel van mijn onderzoek. We we, uh, dus ik kijk ook heel veel naar witwassen en financiële innovatie. En daar heb ik ook mijn boek over geschreven: over de metaverse. En de metaverse, dat is eigenlijk een nieuw concept. Men noemt het ook wel de nieuwe internet, de Web 4.0, waarbij we immersief een wereld kunnen betreden. Dus we doen een VR. Er komen nu heel veel woorden langs, hè, de... Ja. <laughs> Daarom leg ja, ik hem uit. <laughs> precies, heel goed. Rustig aan. Uh, dus wat je kan doen is dan in plaats van dat je naar een scherm kijkt en een wereld betreedt, zoals je dat bij videogames wel doet, kun je je telefoon uh, in een, een kartonnen houder bijvoorbeeld plaatsen, of zo'n hele mooie fancy VR bril zoals Meta Oculus. Maar dat kan dus ook veel goedkoper. En dan kun je eigenlijk zo'n wereld binnenlopen. En die wereld wordt hyperrealistisch, noemen we dat. Dat betekent dat het zo echt is, dat eigenlijk, of eigenlijk lijkt, dat onze hersenen niet meer weten: is dit nu echt of is dit nep? Dus als jij daarvan een plank afloopt, dat is een plank-experiment, durf je niet meer echt van die plank te lopen. Terwijl jij. Gewoon, je staat gewoon op een in. kamer. Ja. Je staat gewoon op een normale vloer. Ja. Maar toch, de sensatie die je hebt is, ja, ik ga hier niet overheen. Nee. Nee. En, en je noemde je boek inderdaad al even, hè? Regulating the Metaverse Economy, How to Prevent Money Laundering and the Financing of Terrorism. Ja. Dan moet ik ook even dat stapje, en denk ik, voor iedereen even maken. Uh, dit plank-experiment en die metaverse ja. economy, wat heeft dat allemaal weer te maken met uh, witwassen van geld en het financieren van terrorisme? Nou, Het leuke aan die metaverse, of tenminste voor een jurist het leuke om te Onderzoeken is dat die metaverse in principe is een platform is, een gedecentraliseerd platform waar iedereen een wereld op kan bouwen. Dus je kan zelf een wereld ontwerpen, zelf er een bouwen en die daar opzetten. En daar is dan geen centrale partij die zegt: dit wil ik wel, dit wil ik niet, uh, ik ga dit handhaven. Je kan daar eigenlijk volledig anoniem in en bouwen. Dus ja, dan krijg je ook van als we daar kunnen bouwen, we kunnen volledig anoniem en momenteel is dat al best levendig. Er zijn mm -hmm. al een paar miljard dat daarin omgaat. Ja, dat kost veel geld dat daarin omgaat. Hoe zorgen we er dan voor dat dat geen crimineel geld is en dat dat niet witgewassen wordt? Precies, want hoe, hoe, kan, even ook naar het hoe kan dat allemaal witgewassen? Dus ik heb ergens uh, mm -hmm. geld van de bank geroofd en, en hoe ga ik dat dan witwassen op zo'n ja. platform, dat we even een beeld erbij hebben, hoe werkt het? Nou ja, dan kun je bijvoorbeeld een wallet noemen we dat. Dat is een bewaarportemonnee voor cryptomunten. Daar kun je uh, je cryptomunten inzetten. En dan kun je bijvoorbeeld naar een mooi concert en dan geef je daar geld uit. Niemand die weet wie jij bent, niemand die dat controleert. Precies. En zo kun jij dus met jouw criminele geld hele leuke dingen doen. Ja. Want uh, Jeroen kan bijvoorbeeld een Eefje-Wentelteefje-omgeving bouwen. Uh, daar is hij de auteur van. En uh, kan daar allerlei leuke dingen doen. Dat is allemaal super tof. En dan kan hij toegang voor vragen. Maar dat kan dus met crimineel geld betaald worden. Bijvoorbeeld. Als, uh, ja. Ja. En een van jouw oplossingen is, jouw voorstel om wallets met die crypto... Je, uh, Jeroen mag er straks op reageren natuurlijk. Maar om daar dan een identiteitsbewijs aan toe te voegen. Ja. Hoe, hoe ziet die oplossing eruit? Dus wat ik eigenlijk zeg is... nou, Nu is die wallet specifiek voor cryptomunten... Maar wat we daarnaast er ook in zouden kunnen bewaren, is onze eigen identiteit. Dat werkt A, privacy versterkend. Want hè, nu stel, uh, je wilt straks aan de bar een biertje bestellen en diegene denkt: ja, maar bent u wel 18 plus? Dan geef je je hele identiteitskaart. Nou, bij zo'n wallet zou alleen de vraag worden gesteld: bent u 18 plus? Ja of nee? Maar niet hoe oud u dan bent. Ja. Nou, zo'n wallet, waar jouw identiteit in zit, zou dan een digitaal certificaat krijgen. En alleen maar kunnen handelen met andere gecertificeerde wallets. En in zo'n wallet, daar zou een algoritme toezicht houden op: oké, okay, zijn dit rare transacties naar jouw inkomen? Zien we hier hele gekke buitenlandse transacties? En zo ja, dat Precies. bij de, de field ja. melden. Ja, en uh, iets anders, dat vond ik ook wel leuk voor jou als jurist. Jullie denken natuurlijk over heel veel dingen na. Je noemde al alcohol. Dat vond ik ook wel een grappig voorbeeld. Ja. Want onder de 18 mag je natuurlijk geen alcohol drinken. Maar virtueel bier drinken. Kan ook. Hè. Jeroen mag ook even je bar openen en, en daar kun je dan virtueel uh, een biertje bestellen of iets dergelijks. Ja. En jij zei, ja als jurist is het toch wel interessant om na te denken. Staan we dat toe? Ja, waarom want... is dat interessant? Je kan ook zeggen, nou dat wordt wel heel academisch. Waarom vind je dat een <laughs> relevante vraag? Nou ja, dat lijkt heel academisch misschien en misschien heel theoretisch. Van ja, waarom is dit relevant? Maar dan moeten we weer gaan kijken: ja, waarom verbieden wij jongeren om bier te drinken Nou of alcohol? Mm -hmm. Een deel is dat natuurlijk die impact op de hersenen. Dus we willen dat die hersenen niet beperkt worden in hun groei. Tegelijkertijd zeggen we ook van ja, we willen voorkomen dat jongeren, als ze volwassen zijn, heel veel gaan drinken. Dus echt verslaafd worden. En daar zit met dat virtuele: ja, de impact op de hersenen is er misschien niet. Je hersenen worden niet beperkt door virtuele alcohol. Maar. We weten nog niet helemaal zeker. En het lijkt toch wel dat je daardoor wel geneigd bent meer te gaan drinken en eerder. Misschien een beetje hetzelfde als waarom we in films roken hebben verboden. Zeg maar. Of dat in ieder geval de helden niet meer roken. Om in ieder geval niet het goede voorbeeld of het slechte voorbeeld te geven. Ja, iets, precies. Dit ja. soort dingen. En, ja. en een andere kwalijk aspect wat jij ook tegenkwam. en heel veel van dit worden ook heel veel games gespeeld. Hè? Spelletjes, ja. zou ik maar zeggen. In die, in die, in die metaverse. En uh, jij komt ook veel tegen vrouwen worden daar heel erg, ik noem maar even, geseksualiseerd. Ja. Alleen maar als ja, gewoon een, een soort object. Ja. En dat is natuurlijk ook iets wat je als samenleving niet wil. En waar je dus regels over kan opstellen. Ja, want wat we daar zien is. En dit is qua onderzoek heel lastig. Want dat doen psychologen onderzoek naar. Nou, en dat is natuurlijk nooit. 100% duidelijk. Maar er is wel indicatie dat als je dat soort dingen ziet, dus die overgeseksualiseerde vrouwen, mm -hmm. dat je makkelijker of dat daar het percentage van mensen die uh, geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en ook de verkrachtingsmythe aanhangen, dat dat percentage hoger ligt. Dus zo zie je dat er indirect wel ja, beïnvloeding is van de, de geest. Hoe sterk die beïnvloeding is, dat weten we niet. Maar dan is wel de vraag, ja, als jij online zo beïnvloed wordt, en zeker als die wereld zo hyperrealistisch wordt, ja, wat doet dat op een gegeven moment met jouw gedrag en jouw denkbeeld in de fysieke democratie? Precies, we moeten daar niet te licht over denken van ach, het is maar een spelletje en het is maar iets online, wat maakt het nou uit? Maar hier ja. moet je ook als samenleving over nadenken. Um, en dat geldt ook bijvoorbeeld over die avatars. He. Je kan een... Ja. Poppetje kiezen. Ik noemde al even even, eventjes ja, Daar kun je kiezen als. Uh, maar het blijkt, uh, dat komt uit jouw onderzoek, dat heel veel mensen kiezen uh, een blanke man van middelbare leeftijd. Ja. Veel oh. Jeroens en Richard, zal ik maar nou zeggen. Die, uh... <laughs> ja, of ze dan Jeroen en Richard heten, dat weet ik niet. Um, maar inderdaad, vaak als mensen de keuze hebben voor een avatar, kiezen ze voor een blanke man van middelbare leeftijd. omdat ze dan minder geconfronteerd worden met vooroordelen. En het vervelende daarvan is, is dat je dus dan een wereld krijgt, een virtuele wereld... met voornamelijk blanke mannen van middelbare leeftijd. En dan weten we eigenlijk nog niet helemaal wat dat met onze hersenen doet. Maar gelet op ja, dat eerdere onderzoek Precies. is de kans wel groot... dat daarmee discriminatie juist verergert in de fysieke wereld ook. Precies. En ook hier maar even... De, hoe zou je daar dan wetgeving, regels voor kunnen verzinnen? In wat voor richting moeten we dan denken? Kunnen we denken? Nou, meerdere richtingen kunnen we opdenken. Uh, we kunnen denken aan bijvoorbeeld als jij omgevingsavatars maakt, dus gewoon bots, die robots die rondlopen, kun je zeggen, nou, laat dat door een algoritme willekeurig gemaakt worden, dat je een willekeurige man, ja. vrouw, donker, uh, alles. En in andere uh, avatars, in een werkomgeving kun je ook denken aan regelgeving. Je moet op jezelf kunnen lijken in ieder geval. En je kan ook denken aan tijdslimieten. Dus bijvoorbeeld als jij in een wereld bent waar bepaalde dingen over gestereotypeerd worden. of bepaald gedrag voorkomt. Mm -hmm. dat je daar niet langer dan twee, drie uur mag rondlopen. Ja. Mooi. Ook aan jou dezelfde vraag. Voor nu even alles kunnen ja, vertellen. Of zeg je nou, er is nog één ding, dan wil ik echt nog even kwijt. Of ga ik de zelf eens even in voor vragen? Ga maar de zaal Heel in. Dank je wel voor nu. Ja, ook hier weer aan u de gelegenheid om te reageren. om uw vragen opmerkingen te plaatsen. Probeer, ja, kijk, zo kan ik u ook weer even zien. En ik ben altijd gewoon benieuwd. Oh, heel goed. Aan deze kant. Ja. Uh, ik had eigenlijk een vraag hoe dat uh, uh, identiteitssysteem, zeg maar, dat, dat moet, die moet gecertificeerd worden. Dat strijkt toch niet met het uh, decentrale, uh, decentrale karakter zeg maar, van, uh, van de hele online wereld? Ja, ja. ja dat Mooie is vraag. Een, een hele goede vraag. En uh, wat ik eigenlijk zeg is, nou, op het moment dat jij zo'n wallet maakt, zo'n bewaarportemonnee. Dan om dat digitale certificaat te krijgen, moet je aan bepaalde technische vereisten voldoen. Anders krijg je het niet. En alleen gecertificeerde wallets kunnen met elkaar communiceren. Inderdaad, je kan er dan nog steeds in met een ongecertificeerde bewaarportemonnee. Alleen dan kun je er heel weinig mee. Dus dan is crimineel geld veel minder aantrekkelijk. Het is een beetje hetzelfde in de praktijk. Ja, je kan crimineel contant geld uitgeven. Als jij een Porsche wil kopen van een half miljoen... kun je dat niet meer met een, een paar koffers doen. En dat is eigenlijk hoe ik dat voor me zie. Ja, beantwoord dat je vraag? Ja, heel goed, dank. Andere vragen, opmerkingen, kritische kanttekeningen, verwonderingen. <laughs> dingen waarvan ik denk, hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe zit dat eigenlijk? Ik ben ook altijd maar even benieuwd. Het is ook altijd weer een heel ander thema... en tegelijk ook wel weer een hoop overeenkomsten. Wat, wat vind jij, hoe kijk jij hiernaar? Ik vind het fascinerend. En ik ben vooral gefascineerd door die metaverse... en uh, hoe dat in elkaar zit en... Uh, ik ben er zelf nog nooit geweest. Ik vroeg me af, ben jij er veel tijd door? Uh, nou, het, het erg is, ik hou dus heel veel van lezen. Dus uh, hè, ook opgegroeid met Harry Potter-boeken bijvoorbeeld. Uh, ik breng er niet veel tijd door. Dit is, uh, ik vind het wetenschappelijk heel interessant. Ik ben er ook wel een paar keer geweest voor wetenschappelijke doeleinden. Ehm, uh, ik. Ik denk dat veel mensen er toch wel zijn, zeker kinderen tegenwoordig. Als we kijken naar het platform Roblox, wat bijvoorbeeld ook onderdeel is van Metaverse. Uh, ik ben er zelf geen fan van, maar ik ben ook al geen fan van Zoom- en Teams-vergaderingen. Uh, maar ik vind hoe het gereguleerd kan worden, dan weer fantastisch. Dus nee, ik ben er niet veel. Precies, maar dit is inderdaad, ik zie nu ook al veel mensen knikken. Oh, is dat een voorbeeld van de metaverse? Ja. Want wij al woorden net, hè, we kunnen prachtige muziek luisteren, maandag een paradox. Maar hoe komen we op de metaverse om daar te kijken? Nou, Roblox is een voorbeeld. Ja, even ook. Wat, wat zijn nog meer voorbeelden waar we rond kunnen kijken? Uh, Decentraland, uh, dat zijn wel eigenlijk denk ik de meest bekende in Europa. En dan dus. heb je er nog een paar waar je zou kunnen googlen voor de Verenigde Staten, die organiseren echt concerten en optredens van artiesten. Ja. En die zijn relatief goed gereguleerd. Want daar is het in het belang van de aanbieder om het veilig te houden voor hun eigen publiek. Precies. Uh, en verder zou ik er niet te veel op gaan googlen. Want dan krijg je een, een virtueel Wild Westen. Een virtueel Wild Westen. Dus er is ook nog. Ja, ja, precies. Heel goed, dank. Andere vragen, opmerkingen nog? Vervonderingen? Ik ben nog even benieuwd. Wat, wat, als ik nog vraag. Wat vind je van het verhaal dat je hebt gehoord? Uh, ja, een uh, uitgebreid verhaal. Ja. Maar. Uh... Ja. Ook, ook misschien lastig om voor te stellen van wat gebeurt er anders. Zit u wel eens op die metaverse? Uh, niet op de metaverse, maar ik, ik heb wel ervaring met uh, VR-werelden. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat jongeren... Uh, ja, die, die, die duiken daar direct in. En van wat is nou het verschil nog toch tussen werkelijkheid... Uh, die werkelijkheid en deze werkelijkheid. Ja. Ja. En wat voor juridische consequenties kan dat ook nog meer hebben? Want kan ik dus ook overtredingen begaan? Uh, daar wordt uh, nu heel erg over gediscussieerd. En uh, zeker nu in het Verenigd Koninkrijk is daar een zaak, en dat is misschien ook wel leuk om als publiek eens over na te denken, uh, dat is een zaak van een virtuele verkrachting. Dus daar is de avatar uh, verkracht. Ja, is dat nou een strafbaar feit? En daar zijn de meningen best wel over verdeeld. Op dit moment weten we dat niet. Ze gaan dat dus ja, voor het eerst aanklagen, waarschijnlijk in het Verenigd Koninkrijk. Um, mijn mening, maar dat is mijn ja. wetenschappelijke visie, ja, dat soort dingen moeten ook strafbaar worden gesteld. Misschien niet op hetzelfde niveau, maar het slachtoffer voelt het en ervaart het wel als echt en heeft daar echt emotionele schade aan. Ja. En dan moeten we dat soort dingen wel bestraffen en strafbaar stellen. Precies, en ook weer met dat in je achterhoofd, hoe kijk jij naar de verkiezingen eh, die, er, die er donderdag aankomen? Spelen dit soort thema's daar of is het echt zoeken uh, naar een speld in een hooiberg? Uh, daar zie je wel dat ja, het, het speelt in het verkiezingsdebat wat minder. De Europese Unie is wel bezig met het zoeken naar wetgeving voor zo'n metavers. Mm -hmm. uh, maar we, ik zie bijvoorbeeld de digitale euro meer in onze nationale politiek spelen <laughs> dan in de Europese politiek. Terwijl juist de Europese wetgever erover gaat. Precies, dat ja. is eigenlijk wel een vreemde tegenstelling. Uh. Eigenlijk wel. Ja, ja precies. En uh, tot slot, uh, stel dat het, uh, het nieuwe kabinet is nu ook bezig. Er komen nieuwe ministers, staatssecretaris, noem maar op. Ze bellen jou een keer, dat zou zomaar kunnen. Kun je ons nog wat adviseren? Waar moeten we vooral voorstellen voor gaan doen? Je hoeft zelf geen voorstellen, hè? je hoeft geen politieke mening. Maar wat zijn dan dingen, je zegt van nou, dit zou ik dan zeker gaan agenderen. Hier moet volgens mij ons parlement inderdaad uitspraken over gaan doen. Of, dit moeten ze in Brussel nou eens zeker gaan regelen. Uh, voor Brussel zeker die digitale euro moet veel scherper. Wat wil je nu precies bereiken? Mm -hmm. En zonder tegenstellingen van privacy en handhaving. Maar op die metaverse ook nationaal. Welke content achten wij nou geschikt voor jongeren, maar ook voor volwassenen? En hoeveel van die content achten we geschikt? Ja, mooi. Ik kijk nog een keer ook in de zaal. Heeft u alles kunnen vragen, alles kunnen zeggen wat u wilde zeggen? En dat geldt uiteraard ook aan jou. Alles ja, kunnen zeker. Zeggen. En dan heb ik namelijk nog één laatste boodschap. En dat is wel leuk. Uh, want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen: ja, dit is interessant. En tegelijk, ik wil er ook wel meer over weten. Uh, je hebt ook een prachtig boek geschreven. Ja, als het goed is, hadden we daar een boek En het leuke plaatje. is: nou, ja, daar maken we nog een kleine verrassing van. Want u krijgt dat boek uh, en u krijgt het ook. Sterker nog, jullie krijgen allemaal een boek. <laughs> Bij opera reageert dan altijd heel anders. Ja, <laughs> ja, dan, <laughs> ja dan, toch wel. Dan een had ik toch gehoopt op zo'n opera-sfeertje. Um, maar die bracht het misschien ook weer anders dan ik. Ja. Uh, het was natuurlijk een grapje, maar uh, het is namelijk, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, open source. Hè? Het, is, het is gratis te downloaden. Ja. Mag ik dat zo. Uh... Open access. Open ja. access, sorry. Ja, die term zocht ik. Open access. Uh, dus voor iedereen gratis te downloaden. Dit is uh, de QR-code. Ik weet ja. niet of het nu iedereen al lukt om dat te downloaden. Uh, maar ik stel ook voor via de kanalen van Studium Generale dat we die ja. uh, QR-code. En ook als we jou googelen, dan, uh, dan vinden we die volgens mij redelijk makkelijk. Ja, dit is makkelijk te vinden, inderdaad. Precies. precies. Heel goed. Dank voor jouw bijdrage, dames en heren. Annelieke Mooi. Dankjewel. En zo. Zoals...